En zometeen de beelden van de overval bij het huis van modeondernemer OG Lusing. Maar eerst nog een uiterst urgente oproep vanuit het Zeeuwse Rilland. Gistermiddag om 17:30 is daar in zijn huis aan de Hontenstraat het lichaam van de 65-jarige Kees van Schaik gevonden. Meneer van Schaik, die daar alleen woonde, is door een misdrijf om het leven gekomen. Van Schaik werd de afgelopen zondag om 17:00 nog voor zijn huis gezien. Om 23:30 s'avonds hoorden buren ruzie bij hem binnen. Ze hoorden nog twee andere stemmen. Ergens daarna is een aantal mensen zijn huis uitgekomen. Die mensen zijn in hun auto gestapt. En gisteren vonden diezelfde buren het zo raar dat Kees 's ochtends niet kwam koffie drinken. Dat deed hij altijd. Zij sloegen gistermiddag alarm waarna het lichaam van meneer van Schaik werd gevonden. Nu, live verbinding met de meldkamer in Tilburg. Daar is mevrouw van Pelt. Mevrouw van Pelt, u zit natuurlijk midden in een hele hectische opstartfase van dat onderzoek. Maar u vermoedt inmiddels wel waarom die om het leven kan zijn gebracht. Ja, want we hebben op de zolder van meneer van Schaik een wietplantage gevonden. Daar was net geoogst. En het meest voor de hand liggende scenario is dan natuurlijk ook dat het daar iets mee te maken heeft. Ja, vanavond wilt u iedereen spreken die iets is opgevallen rond het huis aan de Hontenstraat in Rilland de afgelopen dagen. Er is sowieso een auto gezien waar u met spoed informatie over wil. Dat klopt. We hebben van buurtbewoners gehoord dat er op die zondag een aantal keer een zwarte stationwagen is langsgekomen. Die auto had een witte kentekenplaat met zwarte of blauwe tekens erop. En wat verder opviel aan die auto was dat hij één koplamp had die feller scheen dan de andere lamp. Dan willen wij heel graag met spoed mensen spreken die ons iets meer kunnen vertellen over of die auto of misschien wel over wie daarin zat. En uiteraard willen wij ook heel graag weten wie er die zondag avond het huis van het slachtoffer hebben verlaten. En hopelijk heeft iemand daar iets van gezien. Ja, en meneer van Schaik had dus een wietplantage. Hij was geen bekende van u. Nee, dat klopt inderdaad. We weten eigenlijk vrij weinig van hem. En ik wil dan ook graag een oproep doen aan bekenden van meneer van Schaik. We willen heel graag met deze mensen in contact komen. En we hopen dat zij iets meer kunnen vertellen aan ons over met wie hij omging of waar hij bijvoorbeeld mee bezig was. Duidelijk, mevrouw van Pelt. Dank dat u deze toelichting even kon geven. Gisteren werd dus Kees van Schaik doodgevonden in Rilland. En u kunt nu helpen als u iets heeft gezien. Bel 0800 60 70 of tip via live.politie.nl. En deze vragen staan vanaf nu bij ons op de site.